En ik moet nog naar de markt, want dat is dinsdag marktdag. Dat stel ik nog even uit. Nou, ik heb binnen wat ik binnen moet hebben. Ik ben doorweekt. Liefstaltas. Maar zijn er eigenlijk moloten onder mijn kijkers? Goedemorgen op deze, ja, hoe moet ik het zeggen, donkere, grauwe dag. En ik ben al een tijdje beneden. Natuurlijk testhandsproefblad laten doen. Ik heb al zitten editen. Ik heb al 2 A4'tjes volgeschreven met ideeën voor eventuele extra video's. Die ik wil gaan maken voor mijn kanaal. Ik ga het nu een bakje koffie doen. Het is eigenlijk ook zo'n dag dat je denkt van, ja, ik wil nog dit doen en ik wil nog dat doen. Maar het regent inmiddels buiten. En ik moet nog naar de markt, want dat is dinsdag marktdag. Dat stel ik nog even uit. Ik heb wel, omdat het best wel hard doet waaien hier, alvast mijn haar vastgemaakt. Ik denk, als ik dan op de fiets ga, dan zit het niet aan alle kanten voor mijn gezicht. Maar het komt hier nu echt gewoon zo naar beneden. Dus dat stellen we even uit. Dus ik ga nu even lekker een bakje koffie doen. Even een beetje op social media rondhangen. Want ja, dat moet ook gewoon even bijgehouden worden. Misschien ga ik wel even wat posten op Facebook. Heb ik al een tijdje niet gedaan. Of op Instagram. En nog even een mailtje sturen. Dan ga ik dat maar alvast doen. In plaats van dat ik dat doe als ik terugkom van de markt. En dan fingers crossed dat het ergens droog wordt. En anders wordt het gewoon niet in de markt. Dan ga ik met Willem thuis wel even met de auto heen en weer om brood te halen. Want we hadden in de planning om de question of the day was vandaag eigenlijk brood met ei. Dat lekker heerlijke bruine brood met ei. Maar ja. Als het zo blijft, ga ik dat niet doen. Maar ja, genoeg gepraat. Ik ga het lekker een koffiebreak nemen. En dan zie ik jullie later. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Nou, ik ga dat toch maar proberen. Ik was Feyenoord in een Adidas van Willem. Veel te groot natuurlijk. Maar ja, dit is de enige die een beetje regen tegenhoudt. We gaan het maar gewoon proberen. Dus misschien onderweg, of ergens onder een afdak, of als ik terug ben. Wordt vervolgd. Zelfs de zwanen liggen in de luwte. Nou, ik heb binnen wat ik binnen moet hebben. Ik ben doorweekt. Ik moet heel snel weer naar huis en heel snel wil die camera opbouwen, opbergen. Wat een weer, wat een weer, wat een weer. Maar ja, wacht tot er nog eens een schroep zie. Maar we hebben binnen wat we moeten hebben. Het bruine brood. Even kijken hoor. 4 saaisbroodjes. En dan had ik nog 3 amandelbroodjes liggen. Dat is van het voordeel als je laat gaat. Je hebt altijd amandelbroodjes, zegt hij. En ze deden maar 3 mee voor euro. Dus nou, dat heb ik maar gedaan. Nou, ik ben nu toch nat, dus ik ga gelijk weer voor de tweede keer met de Chester naar buiten. Alles was al weg op de markt, het was echt verschrikkelijk. En je zag het, zelfs de zwanen liggen in de luwte, zo vies is het. Echt zo'n viezer, vies modregentje. Dus nou ja, lang leven. Kijk, je ziet het echt. De grote jas van Willem, waardoor ik wel een soort van draad over ben gekomen. Rode handen van fietsen, ik heb lekker zo op mijn stuur gezeten. Maar ja, nu naar buiten met Chester. Tot straks. Zo, ook weer gebeurd. Chester uitgelaten. Nu ga ik mezelf eens lekker belonen hebben. Heerlijke bak thee. En een amandelbroodje. Die aan. En dan ga ik in het mom onder het mom van de huishoudcoach. Even dat kastje. Een soort van uitzoeken. Mijn diefstaltas. Wat denk je? Ja. Ja, weer een kastje opgeruimd. Volgende is het kastje waar we ook het eten en zo in zetten.
En hier de hoek, als er de frituurpan en zo staat, moet ik een keer goed schoonmaken. Er zit natuurlijk altijd wel vet aan je frituurpan. En daar liggen ook nog spullen van Willem. Die dat voorbij is gekomen, dat ik denk. Hij is ooit een keer op vakantie geweest in Egypte, ooit in 2002. Daar liggen een of andere Egyptische troep in. Daar heb je wat mee doet. Dus dat soort dingen allemaal uitzoeken. Dan kan er ook weer wat in die bovenste mand van die kast. Maar ja, wat ik al zei, ik heb ook lekker zitten brainstormen over ideeën. Ik heb een heel erg leuk idee voor Wie is de Mol. Daar ga ik morgen even een filmpje over opnemen. Dus even peilen wat jullie daarvan vinden. Dat ga ik maar niet doen nu ik zo nat geregend ben. Even doen als ik er een beetje fatsoenlijk uitzie. Maar ja, jullie zien net hoe donker het is, mensen. Het is echt ongelofelijk. Het is 3:15. Het is echt niet normaal. Maar ja, een lekker bakje kaneelthee. Maar zijn er eigenlijk molloten onder mijn kijkers? Die helemaal met een boekje en alles erbij zitten. Ik heb gewoon echt een boekje ervoor. Ik zit echt mee te schrijven. Ik kijk op achteraf de afleveringen altijd terug. En ik kijk natuurlijk ook de Moltalk na afloop van de aflevering. En op de forum zit ik. En het is echt de beste serie die ik heb gemaakt. Het wordt echt geweldig. Ik kan echt niet wachten tot januari. Maar ik ben heel benieuwd of er molloten zijn. Laat het weten in de comments. Maar ja, ik ga wachten tot mijn theewater klaar is. En dan heerlijk genieten van een amandelbroodje. Ik vind dat ik dat wel verdiend heb als bikkel zijnde. En als een mooi weerfietser om in de regen naar de markt geweest te zijn. En dan is het wachten tot Willem thuis komt. Ik ga eens kijken of ik nog een videootje kan editen. Ik denk dat ik een videootje edit in de tussentijd. Kom ik steeds een beetje een stukje verder uit. Dus later! Tijd om hapjes te gaan maken. Het lekkere bruine brood. Met ei. Nou, dat duurt niet zo lang. Dus dan ben ik wel welwillend om de plaat aan en uit te doen. Dus dan gaat hij naar de slag. Ik ben in ieder geval al 3 boterhammen klaar. Volgens mij heb jij net gegeten, Zwarte. Een plak kaas erop. Dat wil ik niet meer. Zo, staat hij helemaal klaar voor Willem. Peper en zout heb ik er al op gedaan, zodat het in de pan zat. Dus ik zou zeggen, bon appetit, met lekker een beetje melk erbij. Gaat helemaal goed komen. En Willem gaat nu bakken. Zo, hier nog even afsluiting van de vlog. Doe het even hier, want Willem zit nog te stuiteren op de bank. Hij heeft vanavond meegedaan met de livestream op Twitch en ARK. PvP, dus player versus player. En het ging gewoon lekker. Bij de nieuwe base. En toen is in één keer plotseling aangevallen. Dus het was in één keer pief, paf, poef. Duizend keer dood. Hulp doodgaan. Hulp beesten verloren. Maar het was even spannend. Dus die staat nog helemaal stijf van adrenaline. Veel te laat natuurlijk. Die had lang in zijn bed moeten liggen. Maar ja, dat zijn de avonden die dan zo in één keer spontaan ontstaan. Ik ga ook lekker naar mijn mandje. Ik heb Chester net uitgelaten. Dus bij deze zeg ik. Fijne ochtend, fijne middag, fijne avond. Fun, geniet. Tot de volgende.